Ik ben broeder Mozes, monnik van Abdij Koningshoeve. Ik behoor tot de orde van de Cisterciensers van de strikte observantie, trappist. Ik ben nu 32 jaar en 10 jaar geleden ongeveer ben ik hier voor de eerste keer aangekomen. Na een periode van onzekerheden in mijn leven. En ik heb hier 1 jaar als postulant meegeleefd. En vervolgens hebben we afscheid van elkaar genomen. En 6, 7 jaar later heb ik nog een keer aangeklopt. En je mag in totaal 3 keer aankloppen. En inmiddels woon ik hier nu al 3 jaar. De eerste keer dat ik hier kwam was ik 21, 22 jaar. En dat was een thuiskomen gevoel. Ik wist niet dat deze plekken er waren. Mijn roepnaam was Niels. Of is nog steeds Niels. Voor mijn moeder en voor mijn vader. En ik ben gedoopt. En ik heb mijn communie gedaan. Ik heb mijn vormsel doorlopen. En tot mijn 14e, 15e ben ik missienaar geweest. Dus ons leven was wel religieus. De pastoor zei vroeg al van dat ik priester zou worden. Misschien was het meer zijn verlangen dan mijn verlangen op dat moment. Ik heb nooit over nagedacht. En zelfs toen ik hier voor de eerste keer heen kwam, ik wist niet van het bestaan. Dus ik wist niet dat deze plekken er waren. Voordat ik hier kwam werkte ik in de gezondheidszorg. Een geriatrische afdeling, palliatieve afdeling in Rotterdam. Ik woon op het Noordereiland in Rotterdam, op de Maas, met de skyline voor me. En mijn leven was heel onrustig. Ik had een heel sterk verlangen naar stilte. Fysieke stilte buiten mij, fysieke stilte in mij. Mensen leven langs elkaar heen in grote steden. Ik had geen contact meer met mezelf, die was ik verloren. En ik heb verlangd naar stilte. En die stilte die heb ik hier weer herontdekt. Dus het is de stilte die me heeft gebracht naar, of het verlangen naar die stilte, gebracht naar deze plek. Ja, onze dag begint 's ochtends om 4:30. Wij beginnen 's ochtends in de kapel en onze dag eindigt in de kapel. Ons leven is geënt op ons gebedsleven. Dus we komen 7 keer per dag bij elkaar. En daaromheen is ons leven gestructureerd, geordend. Ik hoef niet op mijn horloge te kijken hoe laat het is. De bellen gaan daarvoor. We leven hier met 20 medebroeders. En ik wil niet zeggen dat elk werelddeel vertegenwoordigd is, maar we zijn hier met verschillende, zowel verschillende leeftijden als verschillende achtergronden, culturen. Na mijn middelbare school heb ik een vervolgopleiding gedaan. Niet afgemaakt en na het propedeutejaar ben ik daarmee gestopt. En vervolgens ben ik met mijn neef achterna gegaan. Die leefde destijds in Australië, aan de andere kant van de wereld. Nou ja, verder kan je niet reizen. Genieten van het leven, ongekende vrijheden. Maar vrijheden die je stuurloos maken. Dat je niet precies meer weet waar je voor staat en waarvoor je leeft. En na 1 jaar kwam ik terug en ik wist niet precies welke richting ik aan mijn leven wilde geven. Ik ben vervolgens weer een studie gaan oppakken, maar dat was het niet. Dus het was een verlangen wat ik niet onder woorden kon brengen op het moment zelf. En mijn naasten, mijn familie hebben toen gezegd van ga eens in gesprek met je geestelijk vader. En die heeft gezegd van ik ken iemand, ga daar eens naartoe. En dat was hier. Dus dat heeft iets losgemaakt. Maar om dan daadwerkelijk te kiezen voor dit leven is een proces wat langer duurde. Naast onze liturgische bediening hebben we ook werkzaamheden. En ik werk in de kaasmakerij. Ik moet even spieken, het zijn geitenkazen, naturel. Keuzes maken is nooit mijn sterkste punt geweest. En als je ergens voor kiest,
dan in mijn beleving sluit je daarbij heel veel andere dingen sluit je uit. Dus ik ontzeg me heel veel dingen. Ik krijg er daarentegen wel heel veel dingen voor terug. Maar onlangs had ik mijn nichtje in mijn handen, Fleur. En dat zijn dan wel momenten dat je beseft dat je jezelf iets ontzegt. Maar spijt, nee. Bedenking in de zin van twijfels, tot op de dag van vandaag. Ja. Maar die twijfels, die horen bij mij. Ik ben altijd een twijfelaar geweest. En dat is nu niet anders. De eerste keer heb ik hier een jaar meegeleefd. En een tussenpoos van 7 jaar. En vervolgens heb ik de stap gezet. En dat is een stap die vraagt heel veel moed. Maar op een gegeven moment kan je niet meer. En dan ga je aan die twijfels voorbij. En dan is het een kwestie van vertrouwen en geloven. Dat je hier mag zijn. Ik stel me elke dag opnieuw de vraag van, moet ik hier zijn? En tot nu toe krijg ik een bevestigend antwoord.